Ik ga aan de hand van elektrische lading uitleggen hoe het zit met elektrische stroom, de stroomsterkte en de spanning. Nou, daarvoor hebben we schema's en ik zal zo nog even vertellen wat de symbolen ook alweer betekenen. Maar eerst beginnen we met de definities. Wat betekent dat nou eigenlijk, die stroomsterkte en die spanning? Nou, de stroomsterkte, dat is hoeveel lading elke seconde door een draad of een component heen stroomt. Dus hoeveel lading er langs komt eigenlijk. Die lading, dat is wat er beweegt bij elektriciteit. En hoeveel er beweegt, dat is dus de stroomsterkte. Je kunt het vergelijken als je het hebt over auto's op een weg. Je kunt gewoon langs de weg gaan zitten, tellen hoeveel auto's er langs komen. En elke seconde zeg je van nou, ik heb er deze seconde zoveel gezien. Dan heb je dus over de sterkte van de stroom van auto's. Bij elektriciteit gaat het over de sterkte van de stroom van lading. Dus hoeveel lading er elke seconde langskomt. Dat is een redelijk eenvoudig te begrijpen principe. Spanning is wat ingewikkelder. Dat gaat over hoeveel energie die lading heeft. De lading, om die bij elkaar te drukken, dat kost energie. En dus hoe meer energie ze hebben, hoe dichter ze op elkaar gedrukt zijn. Dat betekent ook dat er meer lading bij elkaar zit als het meer energie heeft. Nou, als je dus de lading op elkaar aan het drukken bent, dan heb je een spanningsbron. En de spanning die dat ding geeft, dat is hoe hard hij zijn best doet, zou ik maar zeggen, om die dingen bij elkaar te drukken. Dus het verschil tussen hoe druk het aan de ene kant is en aan de andere kant van die spanningsbron. Tegelijkertijd, als je een component hebt, zoals een lampje of een motortje, die gebruikt die spanning om zijn werk te doen. Dus die energie die de batterij erin gestopt heeft, die haalt dat motortje er weer uit, of het lampje. en dat betekent dat hij dus aan de ene kant heeft de lading meer energie dan aan de andere kant. Hoeveel energie die kwijtraakt, dat is de spanning die over zo'n lampje heen staat. Nou, we gaan allebei die dingen eens even bekijken aan de hand van deze schakelingen hier. Eerst kijken we naar de stroomsterkte. Ik heb hier deze twee streepjes, dat is het symbool voor een batterij. Zo'n rondje met een kruisje, dat is een lampje. En de streepjes, dat zijn stroomdraden. Nou, ik heb alvast wat getallen hier ingeschreven om te beginnen. We hebben hier een spanningsbron, laten we zeggen een batterij, van 12 volt. En hier loopt 300 milliampère aan stroom. Dus de stroomsterkte meten we in ampère. In dit geval 0,3, oftewel 300 milli. Want dat werkt net als bij alle andere eenheden, kun je daar gewoon voorvoegsels voor plaatsen. als we nou kijken wat hier gebeurt, ga ik even in het rood wat lading erin tekenen. Die batterij die pompt de lading van deze kant naar deze kant van de schakeling. Dat betekent dat aan deze kant hier, daar blijft maar heel weinig lading over. Terwijl aan de andere kant, daar wordt het allemaal heen gestuurd, daar wordt het hartstikke druk. Dus, dat teken ik er eens even in. Zo hebben wij hier heel veel lading en hier heel weinig. Hoe zit het er nou tussenin? Nou, dat gaat als volgt. Hier hebben we dus heel veel lading, die wil heel graag daar weg. Terug door de batterij, dat kan niet, want die batterij die duwt het juist die kant op. Dus het kan eigenlijk alleen maar hier door dat lampje heen. Dat gaat het dan ook doen, maar zo'n lampje, dat heeft weerstand zoals het heet, het gaat daar moeilijk doorheen. Dus dat betekent dat het hier wat energie kwijtraakt en dat het dus wat minder dicht op elkaar gedrukt zit als het hier aangekomen is. Dus hier zit nog steeds wat meer dan hier. Maar minder dan hier, want hier raakt het eerst wat energie kwijt. Hier is het dan aangekomen, dan gaat het hierheen. Hier raakt het nog weer wat energie kwijt. Nou, gaan we eerst eens even kijken hoe het zit met die stroomsterkte. Dus we hebben hier die lading en die stroomt dus, omdat die door die batterij die kant op gepompt wordt, stroomt die door dat lampje heen en door dit lampje heen en weer terug hier. En dan wordt hier daarin gepompt en dan begint het opnieuw. Hier zeg ik, daar loopt 300 milliampère, dus je zou kunnen bedenken, als je gaat tellen hier hoeveel van die stipjes komen er elke seconde langs, dan zeg je nou, ik heb er 300 geteld.
Je kunt je voorstellen, elk stipje wat langskomt, als het hier langskomt, dan moet het ook hier langskomen. En ook hier. En ook hier. Dus in die hele draad, elke keer dat de cyclus zeg maar doorlopen is, alle lading een rondje gemaakt heeft, dan is overal alle lading langsgekomen. Dus waar je ook aan het tellen bent, de stroomsterkte is altijd overal even groot. Want die kan nergens anders heen. Alle lading komt overal langs. Dus als we zeggen, hier weet ik de stroomsterkte, dan weet ik in dit lampje, hoeveel daar doorheen stroomt, is hier ook 300 milliampère. Dit lampje is hier ook 300 milliampère. Hier in deze draad is hier nog steeds 300 milliampère. Want het is één draad, alle lading komt overal langs. Dus als je dan gaat tellen hoeveel komt er langs, als je het op één plek weet, weet je het op alle plekken, want alles komt overal langs. Dus overal evenveel. Nou, dat is anders in dit geval. Dit heet een parallelschakeling. Wat we net zagen was een serieschakeling. Serie komt van dat ze achter elkaar staan in een serie. Parallel betekent dat ze juist naast elkaar staan. En het effect daarvan, dat zullen we nu eens even zien. Eerst ga ik eens even lading intekenen. Hier hebben we ook een batterij. Die maakt hier allemaal veel lading. Zo. En hier heel weinig lading. Dus we hebben de batterij die pompt al die lading van deze kant naar die kant. En we hebben gezien hier, heb ik voorgezegd, daar komt 300 milliampère stroomsterkte. Dus daar komt zeg maar weer 300 ladingsdeeltjes per seconde komen daar langs. Dan is de vraag, wat weten we nou over de rest? In het bijzonder zou ik eerst zeggen, wat gebeurt er met de stroomsterkte in die lampjes? Nou, hier komen dus 300 van die ladingdeeltjes langs. Hier komt een kruispunt. Dan kunt de lading die kan die kant op of ze kan die kant op. Als je bekijkt met een autoweg weer, die auto's die allemaal langskomen, die kunnen hier of linksaf of rechtdoor. Nou, als ze linksaf gaan, dan komen ze hier doorheen. Als ze rechtdoor gaan, hier. Als ik nou in dit lampje ga zitten tellen, hoeveel komt daar langs, dan is dat niet al die 300. Ja, alleen degene die linksaf gaan, die komen hier langs. En de rest komt hier langs. Nou, hoe weet ik nou hoeveel er door elk lampje heen gaat? Je zou kunnen denken, de helft door allebei. Dat is mogelijk, maar dat hoeft niet. Het hangt er vanaf als die lampjes verschillend zijn. Kan het anders zijn? Ik heb hier een voorbeeld genomen waar het inderdaad zo is. Want ik heb gezegd, hier in dit stukje draad heb ik 100 milliampère. Nou, als er hier 100 is, kan ik hetzelfde trucje gebruiken wat ik hier ook had. Dan betekent dat dat in dit hele draadje het overal 100 milliampère is. Dus laat ik dat erbij schrijven. Hier is het dan ook 100 milliampère in het lampje. En hiernaast is het ook 100 milliampère. Dat is gewoon vanaf hier is het één draad, het hele stuk is 100 milliampère. Voor dat kruispunt natuurlijk niet. Want toen was het nog 300 en er is ook een deel afgeslagen. Na dit kruispunt ook niet, want dan is er misschien wel weer wat bijgekomen. Sterker nog, daar komen we nu op. Want hoeveel is er afgeslagen als er 300 heen ging? En er gaat maar 100 uit. De rest, dat is natuurlijk 200. Die heeft dan deze route genomen. Dus hier hebben wij 200 milliampère. Nou, het zal je niet verbazen dat die 200 en die 100 weer bij elkaar komen. Dus samen levert dat hier weer 300 milliampère in deze draad op. Dus in een parallelschakeling, daar splitst de stroom zich op in een aantal onderdelen. Die natuurlijk bij elkaar opgeteld weer gelijk zijn aan wat het oorspronkelijk was. En uiteindelijk komen ze ook weer bij elkaar en wordt het ook weer wat het was. In de serieschakeling is het overal altijd hetzelfde. Dat is de stroomsterkte. Dan nu de spanning. Dat is een ander verhaal. Die spanning, nog even bedenken. Dat was dus hoeveel energie
de lading krijgt of verliest. Moet bedenken, het moet ergens die lading, die energie krijgen of verliezen. dus dat betekent dat spanning altijd gaat over een onderdeel. Tussen twee punten, de ene en de andere kant van de batterij, van het lampje. In dit geval heb ik gezegd, ik heb 12 volt aan energie erbij gestopt in die batterij. Je kunt je voorstellen dat elke auto, als je het hebt over auto's op de snelweg, die krijgt dus 12 volt aan energie mee. Hier zitten dan een heleboel van die auto's met 12 volt energie. En hier raken ze dan die energie kwijt. Maar niet alles, want pas hier zijn ze alles kwijt. Hier hebben ze weer wat ze eerst hadden. Krijgen ze er weer 12 volt bij, dan gaan ze weer hier doorheen, raken ze een beetje kwijt, nog een beetje, en dan hebben ze weer wat ze eerst hadden. Ik heb gezegd hier dat dit 7 volt is, dus dat weten we dan. Dat betekent dat ze hier dus nog wat meer hadden dan helemaal aan het eind, namelijk 7 volt meer, maar nog niet zoveel als hier. Dus hier zijn ze dan de rest kwijtgeraakt. In dit geval zal dat dus 5 volt zijn. Hier hebben we dus 12 volt. 5 volt daarvan raken ze hier kwijt. De andere 7 volt hier. Dan is de hele 12 volt op. En dan komen ze weer terug bij de batterij. Waar ze weer een nieuwe 12 volt krijgen. En dat loopt zo door. En zo branden dus die beide lampjes daardoor. Als de lampjes gelijk zijn, dan zullen ze dezelfde spanning krijgen. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook twee verschillende lampjes hebben, zoals hier. Nemen ze dan elk een eigen spanning. De algemene regel blijft wel. Als je die allemaal optelt, de 5 volt en de 7 volt, kom je vanzelf weer op de totale spanning die over die lampjes staat, die dus in dit geval door die batterij geleverd is, die 12 volt. Als we dat nou hier bekijken, daar is dat weer andersom. Hier hebben we 12 volt erin gestopt vanaf hier. Elke lading krijgt 12 volt aan energie mee. Die zitten allemaal hier. Die 12 volt, die gaat of die kant op of die kant op met die lading. Maar dan vervolgens komen ze hier aan en zijn ze wel meteen alles kwijt. Want het is niet zo dat ze eerst door dit lampje heen gaan en dan ook nog door die. Nee, sommige gaan hier doorheen, andere gaan hier doorheen. Maar welk pad ze ook kiezen, in beide gevallen raken ze in één keer al hun spanning kwijt. Dus die 12 volt die ze gekregen hadden, die energie, zijn ze allemaal kwijt. Dus hier op dit lampje, daar staat de volledige 12 volt aan spanning. En voor dit lampje ook de hele 12 volt op het lampje. Dus, als we dat samenvatten, krijgen we daar 4 regels uit. Namelijk, voor een serieschakeling geldt dat de stroomsterkte overal constant is. Die is overal hetzelfde. Terwijl de spanning van de onderdelen bij elkaar opgeteld is de totale spanning over de serieschakeling. In een parallelschakeling is het net andersom. De spanning is over alle onderdelen hetzelfde. Maar de stroomsterktes van de onderdelen, die moet je bij elkaar optellen. En dan krijg je de totale stroomsterkte van de hele parallelschakeling. En tot zover deze uitleg.